In 2014 kwamen meer dan 23 gemeenten in Zuid-Holland tot een gemeenschappelijk inzicht. Samenwerken maakt sterker. Begrijpelijk, want de afgelopen decennia zijn we naar elkaar toegegroeid. De toenemende verstedelijking zorgde daarvoor en het woon-werkverkeer vindt steeds meer plaats over gemeentegrenzen heen. Onderzoek toonde aan dat als gemeenten in Zuid-Holland intensiever zouden gaan samenwerken, er meer economische groei mogelijk was. De regio liet kansen voor haar inwoners liggen. Brede welvaart werd een wenkend perspectief. Een gemeenschappelijke ambitie werd bepaald. Het versterken van het economisch vestigingsklimaat en het verbeteren van de bereikbaarheid. Elke gemeente vanuit een eigen karakter, een eigen identiteit. Dat is een stevige basis. En zo ontstond de metropoolregio Rotterdam-Den Haag ook in formele zin. Een netwerkorganisatie op basis van een gemeenschappelijke regeling. De gemeenten zitten daarbij zelf aan het stuur. Licht en effectief. Dat is de manier waarop de gemeenten hun samenwerking inrichten. Er is een algemeen bestuur met 23 door de gemeente aangewezen leden. Het algemeen bestuur is het hoogste besluitvormend orgaan van de MRDH. Zo stelt het algemeen bestuur jaarlijks de begroting vast op basis van een rijksbijdrage voor verkeer en vervoer en een inwonersbijdrage van de 23 gemeenten voor versterking van het economisch vestigingsklimaat. Ook stelt het algemeen bestuur de strategische agenda vast waarin de ambities voor de komende jaren worden bepaald. De burgemeesters van Rotterdam en Den Haag delen het voorzitterschap. Verder maken de voorzitters van de bestuurscommissies deel uit van het algemeen bestuur. 5 burgemeesters van de metropoolregio vormen samen het dagelijks bestuur. Samen bepalen zij de agenda van het algemeen bestuur. De bestuurscommissies Vervoersautoriteit en Economisch Vestigingsklimaat nemen het grootste deel van de inhoudelijke besluiten voor hun rekening. De wethouders van de 23 gemeenten maken die keuzes gezamenlijk. Het voorzitterschap van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit wisselt elke 2 jaar tussen de gemeenten Den Haag en Rotterdam. De bestuurscommissie wijst uit haar midden een portefeuillehouder middelen aan. Ook die benoeming is voor een periode van 2 jaar. Verder zijn er wethouders die bestuurlijk trekker zijn van onderwerpen op het gebied van verkeer en vervoer die specifieke aandacht vragen. De vergaderingen van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit worden bestuurlijk voorbereid door het presidium. Er is een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en een portefeuillehouder middelen. Daarnaast zijn er in het presidium wethouders die zich focussen op een belangrijk aandachtsgebied wat betreft mobiliteit. Deelnemers van de bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat zijn de wethouders Economie van de 23 gemeenten. De bestuurscommissie wijst een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aan voor een periode van 2 jaar. Ook de bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat heeft een presidium. Het algemeen bestuur heeft voor zowel de vervoersautoriteit als voor het economisch vestigingsklimaat een adviescommissie ingesteld. Daarvoor vaardigt iedere gemeente 2 raadsleden af. De raadsleden vormen een regionaal adviesorgaan en geven gevraagd en ongevraagd advies aan het algemeen bestuur. Daarnaast kent de MRDH een rekeningcommissie. Die adviseert het algemeen bestuur over financiële aangelegenheden. In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat voor sommige besluiten, voor de begroting bijvoorbeeld, een zienswijzeprocedure geldt. In die gevallen krijgen de gemeenteraden tenminste 8 weken de gelegenheid om hun mening te geven. Als de besluitvorming bij het algemeen bestuur ligt, start het dagelijks bestuur deze procedure rond de zienswijze. Ligt de besluitvorming bij een bestuurscommissie, dan start die commissie de procedure. De besturen en commissies worden ondersteund door de medewerkers van de MRDH die werken aan de Westersingel in Rotterdam. Zij werken nauw samen met hun ambtelijke collega's bij de 23 gemeenten en ontmoeten elkaar geregeld tijdens ambtelijke overleggen. Namen en gezichten van bestuurders en raadsleden veranderen in de loop van de jaren. Maar de inzet in de metropoolregio blijft dezelfde. Een goede toekomst voor de mensen die hier wonen, werken en recreëren. Daarom werken we samen.